gasten van Roland Opeling. Welkom bij een allernieuwste aflevering van, wil ik zeggen, Rollercoaster Tycoon 3, maar dat heb ik vanmiddag al geüpload. Nee, vandaag gaan we weer Call of Atlantis spelen. We gaan weer verder met waar we gebleven waren de vorige keer. Het is een hele tijd geleden dat ik dit heb geüpload, dus we gaan gewoon weer lekker verder met waar we gebleven waren. En dat is in Griekenland level 5. In level 5 gaan we deze vier dingen vinden. We gaan maar eens even beginnen. Ja, jongens. We gaan maar even beginnen. Even kijken. Oh ja, dan moeten we dit dingetje vinden. Zoek alle stukken van vier voorwerpen die verstopt zijn in de tempel van Apollo. Oké. Nou, dat. We pikken die gouden dingen wel als eerste uit. Kom op, die is even wat oppakken, hè. Die daar. En die zit daar ook. En dan pakken we die. Het wordt steeds moeilijker. De eerste hebben we klaar. Ja. Ik wil net zeggen, hieronder hebben we vrij weinig gevonden. Het wordt allemaal nu lastiger om te vinden. Daar. Kijk, hoe lastiger het wordt, hoe hoog je in het spel komt, hoe lastiger het wordt. Dat is er wel weer zo. Alleen, het is lastig om al die kleine stukjes te vinden. Weet je. Daar is niks. Kijk, het die ook. Nou, we hebben alleen deze nog nodig. Nou, ik kan dat laatste stukje niet vinden. Ah, fuck. En dan zitten we nog met één kutstukje. Nee. Waar ligt dat stuk? Hier. We hebben het gevonden, jongens. We hebben het gevonden. Level 5 is gehaald. Natuurlijk wel gewoon met hulp. Maar we konden het niet anders halen. Krijgen. Dan gaan we level 6 doen. Hoppakee. Dit wordt een beetje wat kortere aflevering. Omdat ik vanmiddag al een lange aflevering heb gemaakt. En dit moet een wat korte aflevering worden. Ja, dat weet ik. Hoppakee. Doe die daar. Zo, deze stukjes moeten we dus naar beneden halen. Maar of het überhaupt gaat lukken, zitten we nu op 3 per rij en daar is nog een 4e. Dus ik blijf wel af of het in één keer gaat lukken, maar dat gaat niet in één keer lukken. Oké, die hebben we te pakken. Even kijken. Heel. Ik zeg dat we gaan niet helemaal lukken, want we hebben nu 2 stuks hebben we nu. En er moet nog een derde komen. En een 4e. Dus, het is allemaal passen en meten, maar uiteindelijk. Ja, hier kom ik niet meer. Uiteindelijk yes. Uiteindelijk omlaag. Ja, het stukje voor stukje komt er hoor. Ja, ik weet dat dat ding niet. Ja, al die 2 keer heb ik geen reet, jongens. Ik moet 3 stukjes naar beneden halen. Hier niks, hè. Is niks. Kom op. Geef nou iets wat wel goed is. Dan bijvoorbeeld zo'n 4 of langer. Dat
kan ik uiteraard veel meer mee dan dit. Ja, die ga ik niet verplaatsen. Zo, ja, ik kan het zeggen, je wilde net krijgen dat je weer op de verkeerde manier zit. En nu heb ik het. Excellent. Ja, excellent, helemaal niet. Huppa, dat is dan wat langer, hè. En ik ga hem ook meteen activeren, jongens. Het heeft al te lang geduurd. Voordat we hem eindelijk kregen. Ik was op het punt en zie ik die vier wat langer dan niet. Of, ja. Tot. Dus we hebben het gehaald. Daar gaat het om. We willen nu nog niet afsluiten, maar daar is nu nog veel te kort voor. We gaan nog één level doen. We gaan meteen door, hè. Oké, level 7, laatste level. En daarna gaan wij, die is binnen. Oké. Ja, kijk, nu heb je gewoon van die vier of lange dingen, dus dat is op zich wel fijn. Want daar kunnen wij ook gewoon wat mee. Je kunt natuurlijk niks met iets wat voor niks heeft, hè. Dus ik ben blij dat we hier wel wat mee kunnen. Dat is eigenlijk al lang. Kijk, huppakee. Dan gaan we ook weer meteen lekker beginnen met die lange. Huppakee. Dat betekent heel veel voor mij, al die lange dingen. Huppakee, dan kunnen we die even gelijk maken met de pomp. Het is allemaal niet zo van als het moet, dat betekent dat ik graag wil hebben. Maar goed, we komen er zelf wel, hè. Kijk. En nu moeten we alleen maar zorgen dat wij 4 of langer krijgen. Want dan winnen wij het spel zometeen in één keer. Hoppa. Kijk, en nu kunnen we het spel in één keer uitspelen. Yep, we hebben alles binnen. En dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Weer met Facecam. Druk dan op een blauwe duimpje. Daar zou ik echt top. Echt blij mee zijn. Kunnen we nu één keer die 5 likes halen? Ik hoop het wel. En jullie zien mij dan bij de volgende Let's Play. Ik ga morgen een livestream doen. Namelijk Rollercoaster Tycoon 3 livestream. Morgen om 8:30, van 8:30 tot 9:30 is die livestream er. Kijk rustig allemaal mee. En dan zien we jullie morgen om 4:00 bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Adjo!